Welkom bij de 20e aflevering van Salford City Career Mode. We gaan vandaag de championship afspelen en hopelijk kunnen we promoveren naar de Premier League. Een enorm grote stap en als we promoveren kunnen we enorm grote transfers gaan maken en echt een topteam gaan creëren. Uiteindelijk is het doel natuurlijk de Champions League winnen. We zitten vandaag in februari, of we het hele seizoen gaan afspelen is ook maar de vraag. Maar aangezien we geen enkele beker meer hebben, geen enkel andere toernooi of ik voor wat, moeten we alleen aan die competitie gaan afspelen, onze spelers trainen en proberen dan toch nog die tweede plek te gaan veroveren, waardoor we direct kunnen promoveren. Moeten we een play-off spelen? Prima. En je denkt dat we tegen Nottingham makkelijk kunnen winnen, tegen Norwich ook, alleen dat Cardiff een redelijk lastige tegenstander kan zijn. Heb jij nou zin in deze video? Doe dan vooral een blauw duimpje omhoog en abonneer op Timo, bijna 11.000 abonnees alweer. Ik vond het heel leuk om te maken en nogmaals, ik heb oprecht heel veel plezier in deze career mode. Het is helemaal top. We beginnen deze aflevering met een wedstrijd tegen Reading en daarnaast wil ik nog even één ding zeggen. Mijn buren zijn dus de hele tijd aan het boren. En het kan zomaar zijn dat ze dadelijk al beginnen met boren en ze zijn net gestopt. Maar stel ze beginnen, ja sorry, dan boort dat misschien een beetje. Maar ja, kan er niks aan doen. We beginnen heel goed, we winnen met 3 tegen 1, Towel 2 keer en 1 keer Silva. Vorige aflevering, als je het niet gezien hebt, zijn we afgesloten met enorm veel blessures. Letterlijk al onze verdedigers zijn geblesseerd geraakt. En nu zag ik ook nog eens dat je boy dingetje geblesseerd is geraakt bij Zunu. Maar ik hoop niet dat dat voor lang is. We gaan even kijken. 1 dag. Oké, nee, dat is geen probleem. En Pierre Gainey is terug van zijn blessure. Dat is heel erg fijn. Dat betekent dat hij wel terug kan komen in de basis. En natuurlijk, we hebben zoveel blessuren gevallen. Moet je zien. We hebben er nog altijd 4 belangrijke spelers die geblesseerd zijn op de bank zitten. Pierre Gainey was eigenlijk gewoon de minste speler. Ik geloof dat Bella Ketchup de eerste speler is die terugkomt van zijn blessure over een paar weken. Maar goed, we hebben in ieder geval hem erbij staan nu. Pierre Gainey kan weer spelen. Jordan is super jong, die komt er uiteindelijk toch wel in. Maar voor nu ben ik blij dat hij wel weer terug is. En dan gaan we de opstelling gewoon zo houden voor de aankomende wedstrijd. We staan op plek 3 geloof ik nog altijd na onze overwinning tegen Reading. Uiteindelijk natuurlijk gewoon het doel van dit jaar is promoveren. Of er nou met een derde of tweede plek is, maakt ons niet uit. Maar het liefste natuurlijk word ik gewoon tweede en dan loop ik die promotie. Die promotie play-offs bedoel ik natuurlijk. Huddersfield Town, onze volgende tegenstander. Die doen het niet heel erg goed. Ik had wel verwacht dat zij echt bovenaan de championship zouden staan. We spelen wel uit tegen hun. En Huddersfield Town staat op plek 11. Dus in principe moet dat wel, ja, dat moet wel te doen zijn, denk ik. We gaan gewoon meteen spelen. Onze verdediging alleen een beetje aan de zwakke kant natuurlijk. Maar goed, weet je, ik verwacht dat dit een overwinning gaat worden. En het wordt een 1-0 overwinning. Greenwood scoort, Silva wint zijn penalty. Dat maakt niet uit. 6 punten uit 2 wedstrijden tot nu toe in deze aflevering. Nog altijd op plek 3, maar wel echt met een gat al op Cardiff. Het enige gat dat we nog moeten dichten is het gat op de ploeg boven ons natuurlijk. En ik zag heel toevallig, daar gaan we naar kijken, dat we nu een hele belangrijke wedstrijd op het programma hebben staan. Die we dan nu in zullen gaan. Je raaf was wel al tegen willen. Dit is tegen West Bromwich Albion. Nummer 2 op de ranglijst tegen ons. Nummer 3 op de ranglijst. Als we dit winnen, staan wij tweede. En dan is de kans dat wij tweede worden ook best wel in één keer heel groot. Want ik geloof dat we tegen Cardiff al hebben gespeeld. Tegen Norwich, tegen Nottingham. En tegen Stoke, als ik het goed heb. Weet ik allemaal niet zeker. We kunnen even kijken op de kalender of we nog een aantal lastige hebben. Zie je, hier hebben we geen... Oh, we moeten nog tegen Stoke. Moeten we het ook nog tegen Cardiff. Maar dat zijn de enige moeilijke, toch? Ja. Oké, dus we hebben nog 3 moeilijke wedstrijden. En dit is misschien wel de allerbelangrijkste van ze allemaal. West Bromwich Albion. Als we winnen, pakken we plek 2. Verliezen we, dan is de afstand 5 punten op plek 2. Dus we moeten dit echt gaan winnen. We weten in principe genoeg. West Bromwich Albion thuis. Dit moeten we pakken. En het is duidelijk, als we winnen, dan zijn we er. Dan zijn we op plek 2. West Bromwich Albion in een hele goede vorm. Maar tegen ons... Ah, 2-2. Ah, fuck. Oké, 2 keer Andone, 2 keer Greenwood. Ja, als je kijkt naar Timo West Brom, ik ken niet Andone, ken ik dan wel. Voor de rest, nieuwkoop op de bank. Ah, shit. We hebben niet weten te winnen. Dat betekent dat de afstand nog altijd gewoon 2 punten blijft. Dat is ook geen ramp, want ja, weet je... Het ergste was gewoon geweest als de afstand nu 5 punten was. En waarschijnlijk laat West Bromwich Albion ook nog wel een keer punten liggen. Bazunu ondertussen al 82. Silva 81. Gravenberg en Vakeleman ook omhoog. Niet eens in de training is dat gebeurd, maar buiten de training wel ziek tot zo'n Bazunu. Is nu al 82 rated. Het heeft een transferwaarde van 22,5 miljoen. Silva een transferwaarde van 26 miljoen. Echt fucking ziek gewoon. Nog iets van 10 wedstrijden. We moeten heel snel alweer spelen tegen Stoke City. Maar eerst moeten we nog tegen... Derby County en nog een andere ploeg, ik weet even niet meer wie. Speler terug van blessure zie ik staan. En dat is zo'n lekker bericht als we dat zien. Want dat betekent waarschijnlijk dat Ketchup terug is van zijn blessure, Bella Ketchup. En dat we hem gewoon maar lekker kunnen gaan gebruiken. Wat ook een hele belangrijke speler is voor ons elftal.
En we weten natuurlijk dat Bella Ketchup, ja, heel lang eruit lag. 3 maanden geloof ik. Daar gaan we dan. Bella Check fucking Ketchup. Daar is hij inderdaad. En Keetje. Oh nee, wacht, Keetjana Hoover. Dat is nog beter. Bella Ketchup is er niet terug. Hoover is er terug. En Hoover is natuurlijk nog een betere speler dan Bella Ketchup. Dus dat is nog beter dan dat Ketchup terug is. Dan gaan we Hoover erin zetten. Hoover zit op rechtsback. Vaak een man op leftback. En dan ziet het team er in één keer wel een stuk leuker uit. Pierre Gainey en Tabal moeten alleen nog eruit gehaald worden. Voor natuurlijk Aida en Wood. En Bella Ketchup, ja, die komt er uiteindelijk toch wel weer in op de plek van Lyot. Maar ja, weet je, dat Lyot heb ik eigenlijk een beetje gekocht als opvulling van de selectie. En het is tot nu toe een hele belangrijke basisspeler voor ons geweest. In de periode dat hij heeft gespeeld. Maar ik denk dat hij zelf ook al beseft dat hij eruit gehaald gaat worden. Zodra de rest van de verdedigers terug is. We zien dat West Bromwich Albion weer heeft gewonnen. Dus wij moeten winnen tegen Derby County. Zitten niet in een al te goede vorm. Wij hebben Hoeveel weer terug. En met deze opstelling winnen we met 2-1. Silva scoort 2 keer. Die is in topvorm. En dat betekent dat de afstand met 2 punten nog altijd op 2 punten blijft. Ho, is het? Nee. Kijk wat hier is gebeurd. West Bromwich Albion heeft een wedstrijd gelijk gespeeld. Ondertussen. Dus als wij nu winnen, we hebben een beter doelsaldo nu nog. Dan staan we gedeeld 2, omdat we dus een beter doelsaldo hebben. Staan we dan ook daadwerkelijk 2e. Oké, nu wordt het interessant. We zijn nu opgeroepen voor de interlandperiode. Ook dat natuurlijk heel erg logisch. Maar nu heb ik geen keeper om te trainen. Dat is wel kut. Hull City is de ploeg die ons gaat proberen tegen te houden van plek 2. En ik denk niet dat het hun gaat lukken, maar wij hebben wel een probleem, dat dacht ik al, interlandperiode. Ik snap niet waarom ik dat... Oh nee, wacht even. Ja, alleen Bazunu interland en Gravenberg heeft een schorsing lopen. Dus dat betekent... Oh, hey, kijk eens, Aida is terug van zijn blessure lijkt wel. En Aida is wel meteen opgeroepen voor interland. Maar dat is heel chill. Na de interlandperiode komt Aida dan terug, een beetje onverantwoord dat hij nu mee is gegaan op die interlandperiode. Maar ja, weet je, hij is waarschijnlijk gewoon opgeroepen, kan hier niks aan doen. Daarnaast is deze Patla, wordt ook opgeroepen. Hij komt vast uit India of zo. Gewoon een slecht land. Maakt niet uit. Prima, nou dan gaan we dan. Volgende wedstrijd. Ik denk als we deze winnen, ja dan staan we sowieso al 2e. Maar dat is gewoon een hele belangrijke stap die we dan maken. Want we willen 2e worden. Thuis Hull City. Nog altijd problemen in de selectie. Oh, Bazunu natuurlijk. Oh fuck, Bazunu. Ja. En dus spelen we met een half B-team tegen Hull. Zal dit niet een al te makkelijke wedstrijd gaan worden. En gaan we toch proberen te winnen. We moeten ook echt winnen. We hebben echt pech dat de belangrijke wedstrijd met de helft van onze beste spelers moet gespeeld worden. We winnen met 3-0. We winnen met 3-0. Lyot, Bird en Silva scoren. En wij staan 2e in de fucking competitie. Of nog niet. Nee, oh, kijk eens. Kijk eens aan. Weer verliest West Bromwich Albion punten. Ditmaal spelen ze gelijk. Tegen wie hebben ze nu weer gelijk gespeeld? Tegen Swansea City. Vorige week speelde West Bromwich Albion gelijk tegen Middlesbrough. Ze zijn niet in een lekkere vorm. Want Swansea City en Middlesbrough zijn allebei in een middenmode op plek 9 en 10. En dat betekent dat wij nu eigenlijk de 2e plek voor het grijpen hebben. Lyot gaat naar 72 toe. Heel lekker. Echt een topspeler. En wij gaan onze volgende wedstrijd in tegen Blackburn Rovers. Daarnaast staat Stoke City op het programma. Dat is eigenlijk wel de enige moeilijke ploeg die ons echt, echt nog problemen kan laten maken. Want als we daar verliezen... Oh, Wood is ook terug. Als we daar verliezen, dan ja, natuurlijk dan staan we wel onder West Brom. Dus dat is wel, dat is oprecht wel fucked up. Oké, nu gaan we weer veranderen van opstelling. Aida komt er weer in. Greenwood gaat weer op de kamp staan. En daarnaast komt ook Wood weer terug. In ieder geval op de bank. Ik denk ook wel dat hij gewoon weer kan spelen. Op de plek van Pierre Gainey. Daarnaast Bella Ketchup, die is nog niet terug. Oh, ik dacht dat hij minstens dan geblesseerd was. Blijkbaar niet. En Gravenberg komt natuurlijk ook wel op de bank. Ik moet even mijn bank een beetje gaan ordenen. Want er moet natuurlijk een keeper op zitten. 2 verdedigers. 2 middenvelders. En 2 aanvallers zou ik normaal doen. Dus dat gaan we ook even fixen door het zo te doen. En dan zo, zo. En Gravenberg dan op de plek van Essenko Andres. Boom! Onze basisopstelling is terug hoe het hoort te zijn. Het sterkst mogelijke team. Alleen Ketchup is er nog niet bij. Maar die is geloof ik ook maar 72. Voor de rest het sterkst mogelijke team staat gewoon weer op. Voor de ontmoeting tegen Stoke City. Die belangrijke ontmoeting. Hebben we in ieder geval onze basis 11 wel terug. Maar eerst spelen we nog tegen Blackburn uit. En dat is in principe geen moeilijke pot. Die moeten we gewoon kunnen winnen. Hopelijk zonder blessures. Uitwedstrijdje. En die wedstrijd winnen we met 2-1. Lyot raakt dan geschorst voor de wedstrijd tegen Stoke. Dat is niet het allergrootste probleem. In ieder geval als, maar alleen als dingetje terug is. Als Bella Ketchup terug is. Anders moeten we toch nog met Pierre Gainey gaan spelen. Ondertussen staan wij dan op plek 2. 2 punten voorsprong op West Bromwich Albion. En ik ben heel erg benieuwd. Ja, ik weet het nog niet of die terug gaat zijn. Ik moet even kijken. Ik heb heel veel mailtjes. Spelen terug van blessure als Wood. Daarnaast moet de jeugdspeler weg. Dat gaan we meteen fixen. Connor Jackson. Ja, hij is matig. Ik pak hem maar gewoon. Maakt helemaal niet zoveel uit. En dan komt de scout terug met 1 redelijke speler. De rest, ja, doe ik allemaal weg. Hier heb ik niet heel veel aan.
spelers met onder de 90 potentie hoef ik allemaal niet, want dan heb ik gewoon veel te veel spelers in mijn jeugdelftal staan. En dus, maar één nieuwe speler bij het jeugdelftal en dan nu. Oh, ik krijg weer een mailtje. Ik geloof inderdaad dat Bella Ketchup terug is van zijn blessure. We gaan het checken. Oh, boos. Wat is er maar aan de hand? Oh, wacht. Lyard is ook nog eens geblesseerd. Hè? Hij heeft rood en is geblesseerd? Hoe kan dit nou weer? En Bella Ketchup is ook nog altijd geblesseerd. Hè? Wat? Ik snap er helemaal niks van. Nou, maakt niet uit. Ik vind het heel raar. Ik weet ook niet hoe lang die geblesseerd is. Dat moeten we echt heel even gaan checken. Maar, ja. Ik ga denk ik gewoon met Aida en Wood, die half geblesseerd zijn, wel maar gewoon spelen. Want ik moet wel. Ik heb geen andere keuze, aangezien ik anders totaal geen goede spelers in mijn elftal heb staan. Speler terug van blessure. Oh, wacht, dat is een hele oude. Dat was Hoover. En, blessure tijdens training. Oh, 6 maanden. Een gebroken scheenbeen van Lyon. Onze nieuwe aankoop. We hebben zoveel pech. Dat is echt absurd. Stoke City. Een gelijk spel. Dan hebben we in principe al genoeg punten om nog altijd tweede te blijven. Dus daar gaan we gewoon voor. Oké. Als we winnen, dan zetten we echt een enorm grote stap naar Premier League voetbal. Kom op jongens, dit moeten we pakken. Ik denk dat het heel lastig wordt, gelijk spel. We winnen Mason Greenwood en we winnen tegen Stoke City. Wat betekent dat de afstand op in ieder geval West Bromwich Albion minimaal 2 punten blijft. En dat blijft hij inderdaad ook. Maar het fijnste van allemaal is dat we nu nog maar 6 wedstrijden te spelen hebben. En onze grootste concurrenten allemaal al gehad hebben. Wat betekent dat we in principe een beetje nu afgaan op promotie. Charlton Athletic. Onze volgende uitdager. Bij de laatste 6 wedstrijden. Ik hoop dat we gewoon de afstand nog een beetje kunnen vergroten op de ploegen onder ons. Maar ja, ik denk dat ons elftal er nu gewoon wel heel sterk uitziet. En zo'n ploeg als Charlton eigenlijk gewoon kansloos zou moeten zijn. In deze wedstrijd winnen we met 4-1. Hattrick van Silva. Doelpuntje van Wagnerman. Wel 3 gele kaarten. Dat is wat minder. Maar dat maakt niet zoveel uit. Want de afstand is nu 4 punten geworden. En we zijn bijna 100% zeker gepromoveerd. We kunnen zelfs nog, nou die kans is heel klein, maar het kan wel kampioen worden. De afstand op het kampioenschap is nu nog maar 9 punten. En er zijn nog 5 wedstrijden. Maar ja, weet je, de kans dat zij nog zoveel punten laten liggen. Heb ik het over Stoke City, is heel erg klein. De kans dat wij nog 4 punten laten liggen in de laatste 5 wedstrijden is ook best wel klein. De enige moeilijke tegenstander komt er nu aan, dat is Cardiff City. Dat is Cardiff City, dat is de enige moeilijke tegenstander die we dus nog hebben. En als we deze pot winnen, ben ik er 100% van overtuigd dat we ook tweede blijven. Verliezen we, dan kan het misschien nog wel een klein beetje spannend worden. Dan kunnen we misschien nog zakken naar een derde plek. Daar gaan we dan. Uit Cardiff. Schorsing zat erop voor een bepaalde speler, ik weet even niet voor wie. Maakt niet heel veel uit, we gaan gewoon met dit elftal winnen. Let op, komt ie. 2-2. Oké. Weet je, dit maakt niet heel veel uit. Stoke City wint wel, zie ik al staan. Wat natuurlijk West Bromwich Albion heeft gemaakt, weet ik nog niet. En als zij hebben gewonnen, is de afstand ook altijd gewoon 2 punten. En ze hebben inderdaad gewonnen. De afstand is 2 punten, 4 wedstrijden te gaan. Nu wordt het een eindrace. Nu wordt het oprecht nog spannend ook. Preston City, onze volgende tegenstander. Maar eerst gaan we eens kijken wat onze spelers willen. Bella Ketchup terug van zijn blessure. Daarnaast Vakeloman geschorst voor de volgende wedstrijd. En Lyard is terug voor zijn schorsing en is toch geblesseerd. En dus gaan we Bella Ketchup gewoon lekker terughalen. In de basis denk ik nog niet. Hij is er niet helemaal fit. En ik denk dat ik Vakeloman sowieso het beste kan vervangen door Touré. Aangezien Touré ook echt een leftback is. Dus gaan we de volgende pot zo spelen. En gaan we proberen tegen Preston te winnen. En als we tegen Preston winnen, dan ja. Ik wil gewoon kampioen worden. Of kampioen tweede worden. Maar dit zijn wel echt belangrijke potten. Want we mogen geen punt meer verliezen. En dus is dit een belangrijke pot. En ze gaan maar keihard boren. Jongens, stop met boren. Ik hoop dat jullie het niet horen, maar dat is best wel hard. Maar goed, we winnen met 3-1. Maar ja, we gaan gewoon door. Ik kan nu niet de opname stoppen. En we winnen weer een pot. Nog maar 3 potten te gaan. 2 punten voorsprong. We moeten proberen gewoon 9 punten te halen. En dan zijn we kampioen. Ja, dat is een ABC'tje. Dat snapt iedereen natuurlijk. Speler geblesseerd, wie nu weer? Towel. 7 weken niet spelen. Dat is niet heel erg, maar ik altijd ook wel jammer dat ook Rai nog geblesseerd raakt nu. In principe kunnen we in de volgende wedstrijd al een soort van promotie... Nee, kunnen we niet promotie veiligstellen. Maar we kunnen wel heel dicht bij promotie komen als West Bromwich Albion verliest en wij winnen. Ja, sowieso als we winnen komen we dichter bij promotie natuurlijk. Daar gaan we dan. De voorlaatste pot, om het zo maar te zeggen, tegen Bristol City. Kom op. Kom op, deze moeten we pakken. En we winnen met 1-0. Aida scoort. Hoeveel raak weer geblesseerd? Weer een rechtsback die geblesseerd raakt. Maakt niet uit, we hebben nog altijd vaak nog man. En nu gaan we kijken, hoe ziet het eruit? We staan 4 punten los. We zijn tweede. We kunnen dit niet meer weggeven. Ik zweer het je. We kunnen dit niet meer weggeven. Hoever 6 dagen maar geblesseerd. Dat kan wel gebeuren. Weet je wel. Is niet heel erg als dat gebeurt. En we krijgen geen goede nieuwe speler van onze scout. Bazunu is al 83. Silva 81. Ik geloof dat die weer een rating omhoog zijn gegaan.
buiten de trainingen om. Dus echt insane hoeveel zij omhoog gaan. Bazunu al een transferwaarde van 26 miljoen. En ik denk dus ook dat in het volgend jaar echt zieke transfers gaan gebeuren. Omdat we dan natuurlijk in de Premier League spelen. En dan ja, is er echt ook animo voor onze spelers. Ik weet nog dat we een transferaanbieding kregen voor Mason Greenwood van bijna 70 miljoen. Dus dat zullen we dadelijk volgend seizoen hopelijk en waarschijnlijk al meer zien gaan gebeuren. En dan kunnen wij ook gewoon echt topspelers gaan kopen. Nu de wedstrijd waarin wij kunnen promoveren naar de Premier League. Tot nu toe ieder seizoen achter elkaar gepromoveerd. Dit seizoen hadden we het wel het moeilijkste tot nu toe van allemaal. En volgend jaar zullen we 100% zeker geen kampioen worden. Eerste seizoen werden we heel makkelijk eerste. Tweede jaar werden we ja, best wel ja, makkelijk tweede. En dit jaar worden we iets moeilijker tweede. We zijn wel maar één keer kampioen geworden. Dat kwam tot vorig jaar Wigan Athletic beter was dan ons. Maar nu zijn die helemaal nergens meer te zien. En wij gaan weer promoveren, want wij winnen tegen Salford. Of wij winnen tegen Swansea City. En daarmee zijn wij 100% zeker gepromoveerd naar de fucking Premier League, jongens. Holy shit, we hebben het gewoon gedaan. Het staat nu waarschijnlijk ook gewoon in beeld. Nee, hoeveel bank naar blessure, dat staat in beeld. Maar... Salford City gepromoveerd naar de Premier League. Lekker hoor, Salford City is gepromoveerd naar de Premier League. Wij zijn dit seizoen ingegaan met de juiste instellingen en hebben altijd de titel in ons achterhoofd gehouden. Aldus de dolblije manager van Salford City. Nou ja, de titel in ons achterhoofd gehouden hebben we inderdaad gedaan. Maar de promotie, of de titel zelf hebben we helaas niet gepakt. Promotie hebben we wel gepakt en daar ben ik hartstikke blij mee. We gaan het seizoen nog eventjes afmaken. Nog wat trainingen doen. Nog een paar spelers proberen. Nog een rating omhoog te krijgen. Is Bazunu nu weer een rating omhoog? Nee toch, hij was al 83 net. Klopt, maar wel heel veel spelers zitten weer bijna tegen nog een rating hoger. En dan gaan we de laatste wedstrijd spelen tegen Ipswich Town. Een club die vorig jaar met ons in de English Football League 1 speelde. Gaan we nu eventjes nog mee uitstrijden. Om op 114 punten uiteindelijk te komen. Deze wedstrijd winnen we 100% zeker. En dan eindigen wij in de English Football League Championship op plek 2. Met een 3-0 overwinning sluiten we de competitie af. En dan gaan we eens kijken welke ploegen er gedegradeerd zijn uit de English Football League Championship. En dat zijn Ipswich, daar spelen we dus net tegen Hull en Millwall. En dan zie je toch wel tot Wigan Athletic op 13 is gaan staan. Prima hebben zij het gedaan. Dan wil ik wel even kijken bij wie komen we allemaal te spelen in de Premier League. Natuurlijk heel veel ploegen, ja. Dat weet je, de Premier League ploegen die zijn niet allemaal gedegradeerd ineens. Maar toch, welke ploegen degraderen uit de Premier League en komen dus volgend jaar tegen ons te staan. Top 6 ziet er gewoon heel erg normaal uit. Dan gaan we omlaag en dan zien wij dat de degradanten Leeds United, Sheffield United en Crystal Palace zijn. Eigenlijk ook wel logische ploegen dus. En spelen eigenlijk bijna alle normale Premier League ploegen wel in de Premier League in het aankomende seizoen. Wood is terug van zijn blessure en gaat meteen naar 77 rating toe. Ik wil graag een verdediger van 80 hebben en Wood is daar echt de enige geschikte kandidaat voor. We krijgen 8,4 miljoen om voor de promotie in de championship. Ik geloof wel dat we echt een transfer... die gaan we echt niet uitlenen. Ik geloof wel dat we echt ook een transferbudget moeten gaan krijgen van rond de 40 tot 50 miljoen volgend jaar. Want anders, ja, anders maken we weinig kans om echt hoog te komen in de Premier League natuurlijk. Gravenberg gaat nog even naar 76 toe op het einde van dit seizoen. Daarnaast zal Vakeleman dadelijk ook nog naar 76 toe gaan. Weten jullie dat ook alvast? En 3, 2, 1. Hatsa. Oh, Bazunu gaat omhoog. En Vakeleman is ook al omhoog. Maar Bazunu 84. Hoe dan? Hoe dan? Hoe gaat hij zo snel omhoog? Hij heeft letterlijk 91 reflexen en positie. Hij heeft nu een rating van 84 en een transferwaarde van 31,5 fucking miljoen. Die keeper, dat gaat misschien wel de beste keeper van de wereld worden in het volgende seizoen. Als hij zo snel blijft groeien, dat is echt absurd. Silva 82, Wood 78 en daarmee sluiten we ook de laatste training van het jaar af. Heel succesvol. Een geweldig jaar hebben we gespeeld. Een geweldige opstelling hebben we ondertussen. We gaan nog even snel naar ons team kijken. Zo ziet het momenteel uit. We hebben al 1, 2, 3, 4 spelers boven de 80. Nog even snel het selectiescherm bekijken. Bij de eigenschappen kunnen we natuurlijk zien wie de grootste groeiers zijn geweest als Bazunu. McLean. Ja, McLean. Hij heeft ook een beetje getraind. Is gewoon een talentvolle jeugdspeler. Silva. Ook een geweldig seizoen gehad. Wood. Ja, is veel geblesseerd geweest. Maar nog altijd heel goed gedaan ook hij. Mason Greenwood natuurlijk geweldig gedaan. Voor de rest Bird. Altijd nog heel veel omhoog gaan vinden. Gravenberg ook. Vakeleman, Hoover, Ryan Watt daar nog altijd 3 ratings omhoog. Zonder überhaupt te trainen. Aida geldt hetzelfde voor. En ja, hebben we nog Lyard ook prima gedaan. Bella Ketchup ook veel geblesseerd geweest. Iedereen is wel weer omhoog gegaan. En we hebben echt een topseizoen gehad. In de volgende aflevering gaan we dan eindelijk door met seizoen nummer 1, 2, 3, 4.
Seizoen nummer 4 alweer. Holy shit. Aflevering 21 staat dus in het teken van nieuwe transfers, nieuwe spelers en hopelijk ook nieuwe overwinningen. Precies. Hopelijk vond je het leuk. Heb je een blauw duimpje omhoog gedaan? Abonneer op het kanaal. Timo, zie ik je de volgende keer terug, jongens. De ballen laten ze niet vallen. Tot de volgende keer. Joejoe.